Goedemiddag allemaal. We gaan beginnen met deze Top GGZ webinar. Ik ben Monique van Buren, medewerker van Stichting Top GGZ. En ik heet iedereen van harte welkom bij het derde webinar al dit jaar dat we organiseren als Top GGZ onderzoeksnetwerk Angst, Dwang, Trauma. Vandaag gaan we het hebben over dwang. De dagvoorzitter is Aart de Leeuw, psychiater bij het Altrecht Academisch Angstcentrum. En ik geef graag het woord aan Aart. Ja, ook van mijn kant goedemiddag. Welkom allemaal. Fijn dat jullie tussen alle drukke werkzaamheden door de tijd hebben kunnen vinden om dit webinar te volgen. Ja, het is een webinar dat is opgezet vanuit de stichting Top GGZ. En er zijn, nou ja, zoals Monique ook al zei, eerder al webinars geweest over PTSS en angststoornissen. Die overigens allemaal te vinden zijn op de website van Top GGZ. Maar vandaag gaat het over dwangstoornissen en dan met name over instrumenten voor de screening, vaststelling en ook monitoring van dwangstoornissen. En dat zowel bij volwassenen als bij jeugdigen. En daarnaast volgt er een overzicht eigenlijk van de intensieve behandelmogelijkheden van de verschillende top GGZ-centra waar behandelingen mogelijk zijn. Mag ik de volgende? Als dat lukt. Ja. Eerst even kort iets over Top GGZ zelf. Het is een stichting die zich sterk maakt voor de beschikbaarheid en het optimaliseren van de hoogspecialistische zorg in de GGZ in Nederland. Kan gaan om stimuleren van onderzoek, innovaties en het uitbreiden en delen van kennis. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de ontwikkeling van de vragenlijst voor de kwaliteit van leven die we op allerlei verschillende afdelingen gebruikt zou kunnen worden, die echt specifiek voor de psychiatrie wordt ontwikkeld. De Top GGZ bestaat inmiddels ruim 15 jaar, mag ik wel zeggen, omdat pas is het jubileumcongres geweest. Er zijn meer dan 50 afdelingen aangesloten bij de Top GGZ. Dat wil zeggen dat die een erkenning hebben, een keurmerk van de Top GGZ. Dat krijg je niet zomaar, dan moet je echt flink wat voorwaarden voldoen. En al die afdelingen die bieden behandelingen aan patiënten bij wie meestal in de tweede lijn toch onvoldoende resultaat of onvoldoende mogelijkheden voor behandeling zijn. Soms kan het ook gaan om wat meer zeldzame aandoeningen. Ook bovenregionaal dus. Nou, een tijdje geleden is vanuit die stichting, vanuit de Top GGZ en dan vanuit de afdelingen waar angst, dwang en trauma problematiek wordt behandeld, is een soort samenwerking gezocht en ontstaan. Om te kijken op het gebied van onderzoek, hoe je kruisbestuiving kunt tot stand kan brengen, wat je samen kunt doen, vragen over en weer. Maar ook zijn we bezig geweest met het ontwikkelen van een aantal factsheets. En eigenlijk zijn de webinars eigenlijk de weerslag ook daarvan. Factsheets over instrumenten en behandelmogelijkheden, meer intensief behandelmogelijkheden van angst, dwang en trauma. Wat gaan we nu doen? Ja, eerst een korte inleiding zo even over dwangstoornissen. Vervolgens een presentatie over de instrumenten die beschikbaar zijn bij volwassenen bij dwangstoornissen. Daarna instrumenten bij kinderen en jeugd. Bij het overigens zo is dat die echt gaan over de OCS, de dwangstoornis zelf, niet zozeer over gerelateerde stoornissen, omdat die er niet zijn. Althans, die meetinstrumenten zijn er nog niet valide, in ieder geval niet genoeg gevalideerd bij kinderen en jeugd. Dan een overzicht van de intensieve behandelmogelijkheden. En tot slot natuurlijk een mogelijkheid tot stellen van vragen. En die vragen kunnen jullie stellen bij de Q&A. Zie je onderaan, kun je typen en dan zullen we grotendeels aan het eind, maar misschien ook tussendoor hoor, als dat zo van toepassing is, kunnen we daar boven een antwoord op vinden. Mag ik de volgende? Ja, dit zijn de mensen die betrokken zijn bij dit webinar. De bovenste drie in de vorm van de presentaties. Lisbeth Utens, die is er overigens door omstandigheden nu niet live bij, maar we hebben wel een opname van haar presentatie, dus die volgt straks nog. Mirjam Kampman uit Overwaal, over de instrumenten bij volwassenen. En ik zal naar de inleiding nog een stukje doen en aan het eind intensieve behandelmogelijkheden voor dwangstoornissen. Onderstaan anderen die ook betrokken zijn. Karen Remmerswaal vanuit GGZ Ingeest. Annemiek Polman vanuit PsyQ. Boris van Passen vanuit Overwaal. Puk Duits, Altrecht Academisch Angstcentrum. Mathilde Huisman, ook het Altrecht Academisch Angstcentrum. En Monique, die hebben jullie net ook al even gezien, maar die is
belangrijk in de zin van het faciliteren en het mogelijk maken en het ook verder inhoud geven aan deze, aan dit webinar. Verder is ook nog, die staat hier niet met de foto, Marjolein Bus ook aanwezig, die vanuit Level, die ook aan het eind bij vragen die er mogelijk zijn ook de antwoorden erop kan geven. Mag ik de volgende? Ja, dwangstoornis staat niet zomaar in het meervoud. Want eigenlijk bedoelen we ermee de obsessieve compulsieve stoornis zelf, de dwangstoornis zelf, maar ook een aantal verwante stoornissen. En die verwante stoornissen die staan hier op een rij. Dan gaat het over de morfodysfore stoornis. Veelal nog wel bekend onder de body dysmorphic disorder, naam, BDD. Dat zijn allemaal termen voor dezelfde stoornis. De verzamelstoornis, vaak ook wel hoarding genoemd. De trichotillomanie, haar uittrekstoornis. En de excoriatiestoornis, huidpulkstoornis. En prachtige Nederlandse woorden, vind ik altijd. Ja, dat zijn de verwante stoornissen die ook in dezelfde groep gezet zijn bij de OCS, de dwangstoornis zelf. Ja, dat is natuurlijk best wat om te doen hoor geweest, ook vanuit de DSM-4 naar DSM-5. De dwangstoornis is eigenlijk uit de angststoornisgroep gehaald, zou je kunnen zeggen. Heeft echt een aparte plek gekregen, maar dan wel met die andere verwante stoornissen. Ja, er zijn argumenten voor en tegen. Voor is omdat er bij de dwangstoornis echt wel andere aspecten zitten dan bij de angststoornissen. Zoals het repetitieve, de herhaalde handelingen, obsessies, rituelen. Er is lang niet altijd angst echt duidelijk aanwezig of angstige verwachtingen. Vaak wel, maar ook niet altijd dus. Intrusieve gedachten, typisch voor de dwangstoornis. Twijfel, 100%, meer dan 100% zeker zijn dat iets geen gevaar kan opleveren. Ja, allemaal zaken die maken dat gedacht is van ja, dat is toch echt anders dan een aantal andere angststoornissen. We maken er echt een aparte groep van. Maar er zijn ook zeker, en nogmaals, het is ook een discussie hoor, er zijn ook zeker mensen die het daar ook weer niet helemaal mee eens zijn. Die zeggen, nou, er is toch wel zoveel angst en vermijding ook aan de orde dat het eigenlijk ook onderdeel van de angststoornissen zou moeten zijn. Dus nou ja, er zijn voor's en tegens en er is overlap. Maar goed, vooralsnog, wij benaderen het zo zoals het nu is gegroepeerd in ieder geval. Daarbuiten kun je ook nog denken aan andere stoornissen overigens, bijvoorbeeld de ziekteangststoornis, hypochondrie, waarvan ook al vaak wordt gezegd van ja, dat zou je eigenlijk ook wel onder de dwanggerelateerde stoornissen kunnen scharen. Zo is die indeling natuurlijk altijd nog wel onderwerp van discussie. En daarbij is het natuurlijk ook nog zo dat de obsessieve compulsieve stoornis erg heterogeen is. De bekendste vormen zijn natuurlijk smetvrees, controle, dwang. Maar er kan sprake zijn van ja, vooral dwanggedachten, verboden gedachten over seksuele of agressieve thema's. Maar het kan ook de vorm hebben van heel erg bezig zijn met symmetrie, recht moeten leggen. Alles precies op volgorde moeten doen, waarbij er ook niet zozeer angst speelt, maar wel... het moet goed voelen, anders voelt er onrust. Not just right feelings is dan de term die daarbij wel wordt gebruikt. Nou, er zijn allerlei verschillende vormen van dwang. Wat het natuurlijk ook vaak wel ingewikkeld maakt om er algemene uitspraken over te doen. Als het gaat over prevalentie, hoe vaak komt het voor? Bij dwang wordt vaak gezegd van 1-2% gemiddeld. Dat geldt eigenlijk ook voor de andere stoornissen, hoewel daar natuurlijk veel minder over bekend is. Dus dat zijn toch ook wel schattingen voor een deel. Beloop is vaak chronisch, wisselend in ernst in de loop van de tijd. Nou, we hebben goede behandelingen, komt later natuurlijk nog een deel over. Maar effecten zijn ja, vaak toch ook nog wel wat beperkt, niet volledige remissie. En er is regelmatig sprake van terugval ook. Mag ik de volgende weer? Ja. Hoe kun je nou herkennen dat er sprake zou kunnen zijn van een dwangstoornis? Want vaak is de dwangstoornis best laat onderkend. Er is vaak best lange tijd tussen het ontstaan van de symptomen en de behandeling. Ja, het kan variëren van 10 jaar wel eens tot 15 jaar. Hoe kun je dat nou in de eerste lijn of misschien op andere plekken signalen opvangen die kunnen wijzen op een dwangstoornis? Hier staan er een aantal voorbeelden. Ja, dat kan bij de huisarts, hè, kan het opvallen dat handen kapot gewassen zijn. Soms letterlijk met desinfectiemiddelen of met chloor, wel eens extreem soms. Ja, dat kan wel een signaal zijn natuurlijk dat er sprake zou kunnen zijn van smetvrees.
Nou, zo zijn er andere die hier ook genoemd staan. Maar dan kom je natuurlijk ook tegen de heterogeniteit die ik net noemde, komt hier natuurlijk ook in de voor. Hè? Dat is best heel verschillend. Traagheid, veel twijfelen. Soms ook door anderen of naasten worden dingen gemeld natuurlijk. Hè? Van gedrag wat opvalt of dingen op een bepaalde manier moeten doen altijd. Nou ja, zoals eerder genoemd, ook dingen als recht leggen op bepaalde volgorde dus doen. Dat kan soms gemeld worden eerder door anderen dan door de persoon in kwestie zelf. Het zou natuurlijk mooi zijn als dwang eerder herkend kan worden, want mogelijk in eerdere behandeling, juist ook bij jeugd en jongeren, kan wellicht beter, effectiever zijn dan wanneer je op een later moment gaat behandelen. Mag ik de volgende? Ja, ik kom al een beetje op terrein uit van screening diagnostiek, dus daar zal Mirjam Kampman straks om hierover zeggen. Maar er wordt wel gezegd, dit zijn eigenlijk twee hele uitgebreide vragen overigens, die je altijd zou kunnen stellen, of misschien wel zou moeten stellen bij elke intake, of als je langsloopt van wat er speelt bij iemand. Hè, de eerste gaat vooral over de dwanggedachten, in de verre die aanwezig zijn. De andere gaat meer over, of ook mentale dwanghandelingen zou je kunnen zeggen, en de andere gaat meer over handelingen. Dat is een goed idee om die wel paraat te hebben, om daar altijd aan te denken. Mag ik de volgende? Ja, die gerelateerde stoornissen, daar is het verhaal soms wat anders bij. Hè? Bijvoorbeeld de morfodysfore stoornis, ja, die komt nog alles bij de plastisch chirurg. Misschien wat minder bij de dermatoloog, maar ja, die kan op andere plekken, dat mensen vragen om een neuscorrectie of andere correcties. Hoarding komt nog alles via de GGD, overlast, buren, huis wat vol staat, wat voor gevaar zorgt. Dus soms via een andere route of familie kunnen die terechtkomen bij de hulpverlening. Trichotillomanie kan opvallen doordat er kale plekken bij het haar zijn, of soms wenkbrauwen, ook wel eens meegemaakt die uitgetrokken zijn. Dus dan kunnen dat soort dingen opvallen misschien ook bij familie of bij een huisarts. De excoriatiestoornis zal ook voor een belangrijk deel bij een dermatoloog terecht kunnen komen. Dus mensen tot bloedens toe pulken aan de nagelriem of aan de huid, of pukkels met pukkels bezig zijn. Hè. Dus er zijn eigenlijk hele andere plekken waar die problematiek gesignaleerd zou kunnen worden. Mag ik de volgende? Ja, dit is een beetje wat ik ter inleiding zo globaal wilde vertellen. En dan gaan we nu over naar het volgende onderwerp. Dat gaat over de instrumenten voor de screening en de monitoring van de dwangstoornissen. En dan geef ik het woord aan Mirjam Kampman. Ja, dankjewel Aart. Mijn naam is Mirjam Kampman. Ik ben klinisch psycholoog bij Overwaal. Ik ben daar ook wetenschappelijk onderzoeker. En deze factsheet, die ook beschikbaar is nu dadelijk op de website, die hebben met name Karin Remmerswaal en ikzelf gemaakt. Karin kan er helaas niet bij zijn vanwege te drukke werkzaamheden op dit moment voor haar promotie. Het is een belangrijke vraag die jij net al stelde, Aart, was: hoe kun je screenen? En eigenlijk is het helemaal niet zo helder van, er is geen helder screeningsinstrument wat je even afneemt in de eerste lijn bij de huisarts bijvoorbeeld zou je aan kunnen denken om een dwangstoornis vast te stellen. Dan moet je toch echt hebben van de vragen zoals jij die net formuleerde. Van zijn er regelmatig dingen die terugkeren? Of er moet een alarmbel afgaan als inderdaad iemand vaker terugkomt met kale plekken of wat dan ook. Hè? Dus het is niet zo. In een eerder webinar over angststoornissen is er een duidelijk screeningsinstrument voor de eerste lijn. En dat gaat dan over angststoornissen, maar dwang en aanverwante stoornissen valt daar eigenlijk niet bij. Er zijn natuurlijk wel. Mag ik de volgende dia? Er zijn wel goede instrumenten die volgens DSM-5 een dwangstoornis kunnen vaststellen. Hè, dat zijn twee goede instrumenten, in ieder geval die gevalideerd zijn, min of meer nog niet helemaal voor Nederland, maar wel internationaal. En dat zijn beide diagnostische interviews. De één is een gestructureerd klinisch interview voor DSM-5 syndroomstoornissen, dat is SCID-5S. En het andere is de Mini International
Neuropsychiatric Interview, de mini-S. De mini-S is eigenlijk nog maar heel kort. Die is recentelijk voor DSM-5 opgesteld in Nederland. En de SCID-5 is er al ietsjes langer. Nou is het zo, hè, de SCID-5 die moet gekocht worden. Mag ik de volgende dia? Beide kunnen alleen afgenomen worden door getrainde klinici. En ze hebben beide, er zijn heel veel overeenkomsten tussen deze instrumenten. Beide gaan ze elke module weer af. Hè, dus van depressie, van angststoornissen, alle stoornissen, dwangstoornissen. Gaan ze dwang- en morfodysforen stoornissen af. Dat zijn altijd filtervragen. Dus heeft u de afgelopen maanden last gehad van... Hè, en als dat dan ja is, dan krijg je misschien nog een filtervraag. Dan ga je de rest afnemen of je krijgt nee en misschien nog eentje met nee. En dan kun je die module, bijvoorbeeld dwangstoornis, overslaan. Nou, beide vragen ze ook al naar de ernst en de duur van de klachten. Mag ik de volgende dia? Ja, dit is een voorbeeld van de SCID-5. Dat is de SCID-5. Het eerste wat je ziet is de vragenlijst. Ik zal daar zo meteen wat over vertellen. En het tweede, het rechterplaatje, is het interview zelf. Nou, de SCID-5 wordt uitgegeven door Boom. Dus dat is een vragenlijst die aangeschaft moet worden. En wat daar zeker voor geldt, maar dat geldt ook wel voor de mini, je moet daar wel in getraind zijn om deze af te nemen. Naarmate je ze je vaker afneemt, wordt het wel eenvoudiger. Hè? Maar je hebt wel echt je klinische vaardigheden nodig. Het zijn ook niet voor niks getrainde klinici die deze vragenlijsten moeten afnemen. Nou, je hebt dus de SCID-5 vragenlijst. En het mooie daarvan is, die kan de patiënt zelf thuis invullen. En die filtert als het ware al voor symptoomvragen van welke modules, welke klachten, welke diagnoses je moet gaan uitvragen in de SCID-5S. Dat kan natuurlijk heel veel tijd schelen. Want als je de hele SCID-5 van voor tot achter afneemt, dan ben je echt wel even 3 kwartier tot een uur bezig. Ja, maar je kan dus wat tijd besparen door patiënten zo'n SCID-5 vragenlijst te laten invullen. Mag ik de volgende dia? Nou, dit is een voorbeeld van hoe dat eruit ziet als je bijvoorbeeld de obsessieve-compulsieve stoornis wil uitvragen. Je ziet links bij de G, daar staan de vragen die je kan stellen, of moet stellen zelfs. Want het is een klinisch gestructureerd interview. Dus er wordt van uitgegaan dat je altijd eerst letterlijk start met de vraag die hier staat. Dus heeft u de afgelopen maand, dus sinds een maand geleden, heeft u toen last gehad van steeds terugkerende gedachten, zelfs wanneer u dat niet wilde, zoals gedachten over blootstelling aan bacteriën of viezigheid, of over dat alles in een bepaalde volgorde moet staan. Welke gedachten waren? Dat vraag je dan vervolgens uit als de patiënt aangeeft, nou, dat herken ik wel. De volgende moet je dan ook nog stellen. Of heeft u een steeds terugkerende drang gehad die u helemaal niet wilde hebben om iets te doen, zoals de drang om een dierbare iets aan te doen? Nou, en dan ga je daar weer steeds wat verder op in. En kun je het ook, als het nog niet helemaal duidelijk is wat nou precies de vraag is, bespreken wat hier precies bedoeld wordt. Nou, op deze manier kun je dus alle criteria die horen bij het stellen van de diagnose, ga je af. Ja, dus het is heel gestructureerd. Het vraagt ook meteen naar ernst en duur van de klachten. Mag ik de volgende? Ja, de volgende die ik jullie wil laten zien is de mini-S. Wat ik al zei, die is recentelijk in Nederland voor DSM-5 ontwikkeld. Hij is gratis te krijgen bij het e-mailadres wat hierbij staat. Dat hoeven jullie op zich nu niet te noteren. Ook in de fact sheet staat dat, waar die te verkrijgen is. De afnameduur is iets korter dan de hele SCID. Maar de mini-S heeft weer geen vragen die je vooraf aan de patiënt mee kan geven om een soort voorscreening te doen. Mag ik de volgende dia? Ja, hier zie je dan hoe dat er bij de mini-S uitziet.
Hij is opgenomen in ieder geval de Routine Outcome Monitor van VIP Live. Maar er zijn natuurlijk een heleboel aanbieders van meetinstrumenten. En ik heb geen idee of die verder ook, volgens mij is die nog niet zo heel veel andere plekken opgenomen. En het voordeel daarvan is dat je hem dus automatisch in de computer kan invullen. En dat hij zelf, op het moment dat je twee keer nee invult, dat hij zelf doorspringt naar een volgende module bijvoorbeeld. Dus dat hoef je zelf niet bij te houden. Maar wat je hier ook in ieder geval ziet, is, oh, mag ik nog even terug? Ja, is dat hij ook hier weer vraagt, hè, eerst naar gedachten. Heeft u vaak gedachten of impulsen of voorstellingen gehad die onaangenaam, ongepast en ongewenst zijn en zo verder? En de volgende filtervraag is, voelt u zich vaak gedwongen om bepaalde handelingen te herhalen, zoals handen wassen, ordenen, controleren of dingen in uw hoofd te herhalen. Dus er wordt eerst gevraagd, en dat zie je in de structuur van heel veel van de diagnostiek, maar ook bijvoorbeeld van de gouden standaard van de vragenlijst terug, dat je eerst kijkt van, zijn er gedachten, zijn er dwanggedachten, en of zijn er dwanghandelingen, omdat dwanggedachten, zeker als iemand wat langer klachten heeft gehad, of het hoort meer bij andere dingen, dat die dwanggedachten niet altijd even helder zijn waarom iemand, wat de reden is waarom iemand zijn dwang uitvoert. Mag ik de volgende die? Nou, er staat hier mini-S, maar dan moet eigenlijk ook de skit 5 bij staan. Wat, als je het hebt over dwang en aanverwante stoornissen, dan screenen beide wel op, die stellen diagnose voor dwang en morfodysfore stoornis. Dus BDD, de Body Dysphoric Disorder. Maar wat ze niet doen allebei is een verzamelstoornis diagnostiseren of trichotillomanie of exoriatiestoornis. Ja, dus daar is toch wel goed om daar de DSM nog bij de hand te houden van wat maakt dan dat ik deze stoornissen wel kan diagnostiseren. Ze komen natuurlijk ook relatief, de BDD komt natuurlijk, of de morfodysfore, die komt echt wel veel voor. En de verzamelstoornis die komt wat minder vaak voor, maar is denk ik ook wat lastiger of wat meer schaamte. Hè. Ik denk dat mensen ook wat minder, nog minder makkelijk hulp zoeken dan mensen met een dwangstoornis. Want daar is de schaamte natuurlijk ook best wel hoog. Mag ik de volgende dia? Ja, want ik wil het met jullie hebben van hoe, hè, we hebben het net gehad over welke diagnostiek doen we bij deze vragenlijsten, maar, of bij deze klachten. Maar de volgende dia's die gaan over welke vragenlijsten of instrumenten kun je nou gebruiken om te volgen. Nou, in eerste instantie om te bekijken hoe ernstig zijn de klachten, maar ook om te bekijken of de therapie die je uitvoert, of die ook effect sorteert. Mag ik de volgende dia? Ja, de gouden standaard voor het meten van dwangstoornis, dat is de Y-box. Ja, maar er zijn zeker ook nog wel andere goede vragenlijsten. De Y-box is een interview. En de andere twee, de Obsessive Compulsive Inventory en de Padua Inventory, zijn allebei vragenlijsten die de patiënt zelf kan invullen. Mag ik de volgende? Ja, de Y-box. Nou, dat is echt, ik denk dat de meeste mensen die een dwang behandelen wel van de Y-box hebben gehoord. Het is echt de gouden standaard voor het meten van dwangklachten. Het is wederom een klinisch interview. Maar vooraf kun je een uitgebreide inventarisatie doen van de dwangklachten. Nou, er is ook wel een zelfinvul Y-box. Die is volgens mij in Nederland niet zo gevalideerd. En er is ook een Y-box 2 in ontwikkeling. En ik zal zo meteen vertellen waarom dat is. Want er is wel iets wat een beetje scheef gaat met de Y-box. Sinds we eigenlijk ook op een andere manier naar de dwang zijn gaan kijken. Als de eerste keer dat je de Y-box afneemt, dan ben je even bezig. Zeker als je eerst ook die inventarisatievragenlijst afneemt. En dan voor het eerst de Y-box doet met een patiënt. Dan moet je toch wel, denk ik, op 25 minuten rekenen. Maar hoe vaker je de Y-box afneemt, hoe eenvoudiger het wordt. Ook al omdat de patiënt gewoon weet van, hey, de vraag gaat hierover en ik moet daar naar kijken. Dan ben je ongeveer in 10 minuten ben je wel klaar.
Mag ik de volgende dia? Ja, hier zie je een stukje van die symptomenvragenlijst. Nou, het zijn 58 items, dus dat is best wel veel. Maar wat weer het voordeel is, is dat ze ook wel vragen naar de aanverwante stoornissen en aantal. Hè? Dus dat is ook wel mooi, die krijg je er dan ook uit. En waarom is dit nou zo fijn dat je zo'n symptomenlijst af kan nemen? Nou, ten eerste is er heel veel schaamte. Vaak hè, bij mensen met een dwangstoornis. Zeker als het gaat over nou, bepaalde obsessies die ze kunnen hebben. Die vinden ze ook wel heel moeilijk om dat uit te spreken of aan te geven dat ze daar last van hebben. Of ze herkennen het zelfs niet als zijnde dat het bij een dwang hoort. Zo'n symptomenlijst met heel veel mogelijkheden kan wel een soort van herkenning geven. En kan het ook bespreekbaar maken. Dus dat is een hele mooie. Als 58 items kan de patiënt gewoon zelf doen. Het vraagt naar verschillende obsessies, rituelen. Mag ik de volgende dia? Hier is een voorbeeld van al die symptomen. Dus agressieve obsessies, besmettingsobsessies, seksuele obsessies. Nou, de bewaar- of hamsterobsessie. Ja, dat kan natuurlijk een dwang zijn. Dat zou ook wel bij een verzamelstoornis kunnen worden. Het gaat hier natuurlijk niet om dat je hamsters verzamelt. Maar dat je aan het hamsteren bent. Religieuze obsessies, ook vaak heel schaamtevol. Zeker voor mensen met een zeer religieuze achtergrond. Nou, ga zo maar door. Er staan er natuurlijk ook een aantal niet op. Hè? De geaardheidsobsessie. Of jij noemde het ook al aard, hè? De just not right. Het voelt gewoon niet goed als ik het anders doe. Obsessie. Maar die staan er nog niet bij. Collega Menno Oosthoff die heeft een heel tijd geleden is geïnventariseerd hoeveel soorten dwang er nou zijn waar mensen last van kunnen hebben. Nou, dat is echt een hele behoorlijke lijst. Ja, maar als het nou niet zo helder is, dan is het zeker goed om eens met de patiënt te kijken van waar heb je nou last van. Nou, dus deze doe je als eerste en dan heb je een idee. Het is ook meteen natuurlijk gewoon heb je gesprekstof om over de dwang te praten. Mag ik de volgende slide? Ja, dat is het Y-box interview. Dat is dan de volgende stap. En ook weer hier bij die Y-box, bij dat interview, begin je eerst met een definitie te geven van wat er bedoeld wordt met dwanggedachten en dan vervolgens met dwanghandelingen. He, dus als je het hebt in het interview over dwanggedachten, dan bedoel je de akelige ideeën, gedachten, beelden of impulsen die regelmatig bij u opkomen. Het kan zijn dat ze tegen uw wil lijken op te treden. Ze kunnen weerzinwekkend voor u zijn. Het kan zijn dat u ze zinloos vindt of niet bij u hoort. Zo maak je een definitie en dan krijg je vervolgens daar een aantal vragen over. Mag ik de volgende dia? Deze gaat over de dwanghandelingen. Dat is de definitie over de dwanghandelingen. En dan wil ik graag de volgende dia. Ja, dan ga je, dus als je de dwanggedachte hebt uitgelegd, dan ga je vervolgens vragen, hoeveel tijd besteedt u nou aan dwanggedachten? En ook hier weer, het is een klinisch interview. Het betekent ook dat je de vraag in eerste instantie stelt, zoals die hier staat geschreven. Als de patiënt verder graag wat verduidelijking wil, of hij wil wat voorbeelden, kun je die daarna gewoon geven. Maar je start altijd met dezelfde vraag. Dus hoeveel tijd besteedt u aan dwanggedachten en hoe vaak komen deze dwanggedachten voor per dag? Nou, en dan zijn er 5 opties. Nou, ik heb geen dwanggedachten of ik besteed daar geen tijd aan. Hè, tot extreem meer dan 8 uur per dag. Nou, zo ga je stel je een aantal vragen over hoeveel tijd, hoeveel lijdenslast, als je het nou niet zou mogen, hè, als je nou geen handelingen daarop zou mogen doen. Hoe angstig word je dan? Dan heb je in totaal, ook als je de dwanghandelingen bijneemt, heb je 10 vragen hè, met een maximale score van 40. En dat is echt wel ernstig. Hè. Tussen de 32 en de score van 40 is een ernstige dwang. Symptomen.
Nou, dan heb je een indicatie voor de ernst van de klachten. Nou, het is best, de interview, dan moet je ook echt wel een paar keer trainen. Het is ook niet aan te raden om dit door mensen die geen ervaring hebben met dwang, dan kom je wel, denk ik, een heel eind. Maar als je bijvoorbeeld denkt, nou, stagiaires kunnen dat goed doen, dan moet je ze echt heel goed trainen. Omdat patiënten zelf, zeker in het begin, ook niet vaak helemaal goed in de gaten hebben wat nou precies bij dwang hoort. Hè? En als klinicus kun je daar toch wat meer op doorvragen. Als je 25-35% reductie hebt op de klachten, dan, hè, dat wordt als een relevante, klinisch relevante verbetering gezien op de Y-box. Je kan ook zeggen, nou, onder de 12, onder de 14 score, als je daar dat hebt bereikt, dan ben je ook eigenlijk echt wel heel goed bezig geweest. Nou, waarom er toch wat mee aan de hand is, is dat met name wordt er gevraagd, hoeveel weerstand bied je nou tegen je dwanggedachten? En waar we juist veel op de behandeling op zitten, is dat gedachten er zijn, maar dat je daar niks hoeft te doen. Hè? Ze zijn er, je hoeft daar niet tegen te vechten, maar je hoeft niet je dwanghandeling daarop uit te voeren. En dat matcht niet helemaal met hoe de vraag op dit moment, in het Y-box 1 interview, zeg maar, hoe die daar staat. En daarop is internationaal, en dat is ook een ontwikkeling geweest in de behandeling van dwang, is nu die Y-box 2 ontwikkeld. En nou, die is op dit moment, wordt die ook gevalideerd in Nederland. Dus het zou heel mooi zijn als we daar een iets passender instrument voor krijgen, wat weer net zo'n gouden standaard wordt als de Y-box. Nou, de Y-box symptom checklist, hè, dus die vragenlijst plus dat interview, die zijn gratis te krijgen. Die kun je gewoon afhalen van bij de website van Tijdschrift voor Psychiatrie. Mag ik de volgende dia? Ja, die gaat over de OCI. Dus de Obsessive Compulsive Inventory. Nou, dat is een vragenlijst die gaat over de vragenlijsten van de, of de mate van ernst van de klachten van de afgelopen maand. Heeft 18 items. En gaat dan 6 clusters van obsessieve compulsieve symptomen na. Schoonmaken, controleren, ordenen, obsessies, verzamelen en tellen. Nou, goede, excellente psychometrische eigenschappen. Er is een 5-puntschaal zoals jullie kunnen zien. In totaal kun je tot 72 komen. Maar bij 21 weet je ongeveer van, hey, dit kon wel eens een dwangstoornis zijn. Nou, de vragenlijst is gratis ook weer af te halen van de Aqua Rom Bibliotheek. Ik vind zelf het nadeel van dit soort vragenlijsten en ook van de volgende die we noemen, het is natuurlijk heel fijn, want de patiënt kan het zelf doen. Er is geen training nodig. Hè? Dat je wel heel afgebakend hebt om welke dwangsymptomen het gaat. En we hebben het al een paar keer genoemd, maar dwang is zo variabel en zo kan zo veelzijdige soorten klachten hebben, dat ik zelf persoonlijk liever niet vastzit in zo'n format, hè, maar liever kan vragen gewoon naar de dwang van de patiënt zelf en daar dus kijken van hoe ernstig is dat. Het kan namelijk ook zijn dat het je bijvoorbeeld hier maar op 1 of 2 items scoort, omdat die heel erg bij je passen, maar dat je daar wel zo'n ontzettende hinder van hebt, dat het je dag bepaalt. En dan zou je in de Y-box echt een stuk hoger uitkomen dan hier, waarin je misschien best wel laag scoort. Mag ik de volgende dia? Ja, dat is de PADUA Inventory. Nou, die heeft 41 items, dus eigenlijk nog wel wat meer. Ook weer gaat hij over een aantal clusters, 5. Hè, dus impulsen, wassen, controleren, rumineren, nauwkeurigheid. Hè, maar ook daarvan zou je kunnen zeggen, het beperkt je wel enigszins. Misschien geeft het een richting, maar het beperkt je toch een beetje. Deze vragenlijst is ook weer gratis van de website van Aqua Rom Bibliotheek te halen. Mag ik de volgende slide? Ja, dan gaan we naar de body dysmorphic disorder, of de morfodysforisch stoornis. Daar zijn 2 vragenlijsten eigenlijk het meest duidelijke. En de eerste is de body dysmorphic disorder,
Y-box. Hè, dus die heeft dezelfde opbouwende structuur als de Y-box. En de ander is een body dysmorphic disorder examination self-report. Dus die kan de patiënt weer zelf invullen. Mag ik de volgende slide? Ja, dat is, ik heb hem uit het protocollenboek gekopieerd. Ik kon er, dus ik vind het altijd fijn als we de vragenlijsten die we aanbevelen ook, dat die ook wel ergens te vinden zijn. Hè? Want als je weer een hele stapel vragenlijsten ergens moet kopen, dat is niet voor elke, ja, elke therapeut haalbaar. Maar deze staat in het protocollenboek. En als je een mail stuurt naar de persoon die daarbij staat, dan, en dat staat ook wel in de fact sheet wie dat is, dan krijg je deze vragenlijst toegestuurd en dan kun je hem gewoon gratis gebruiken. Het is ook een interview weer, geen 10, maar 12 vragen. En het gaat over de afgelopen week. En het zijn weer vragen over gedragingen, gedachten, inzicht en vermijding. En allemaal dan in het kader van de morfodysfore stoornis. Ja, dus de uitkomstmaat is nu maximaal 48 en het begint bij 0. Ja, bij 20 of hoger zou je kunnen zeggen dat er sprake is van een morfodysfore stoornis. Je kan natuurlijk nooit daar een diagnose mee stellen. Hè. Laat dat wel duidelijk zijn. Het gaat vooral om dat je op deze, met deze ernst kan zeggen van nou, waarschijnlijk past dit wel echt bij deze klachten. Nou, 30% reductie is een mooie verbetering. En de psychometrische eigenschappen zijn goed. Er is ook een vragenlijst hiervan, maar die is nooit gevalideerd. Mag ik de volgende? Ja, dit is ook maar dan een self-report voor, ja, ze noemen het hier nog steeds natuurlijk BDD, dat maakt dat ik ook soms een beetje in de war raak, hè, maar morfodysfore vragen. Het mooie hiervan is dat je ook aangeeft, en dan gaat dan over wat langer volgens mij, over hè, waar ben je dan ontevreden over geweest? En dan komen er een hele hoop vragen of punten over welk lichaamsdeel je je dan zorgen maakt. Het zijn 28 lichaamsdelen of stukjes waar je ontevreden over was. En die kun je dan op een 7-puntschaal zeggen van waar je tevreden en ontevreden over bent. Nou, de betrouwbaarheid en validiteit van deze vragenlijst is ook goed. Deze is ook weer te vinden in de Aqua ROM-bibliotheek. Mag ik de volgende dia? Ja. Nou, dan gaan we naar de verzamelstoornis. Daar zijn 3 vragenlijsten. Die zijn ook weer te vinden in volgens mij in het protocollenboek. En ze stonden op de ROM-bibliotheek, maar daar zijn, ze waren ze in één keer weer weg de laatste keer dat ik keek. Maar ik kan me voorstellen dat ze ook wel weer daarin terugkomen. Nee, ze staan niet in het protocollenboek. Ze staan in het aparte boek over hoe verzamelstoornis te behandelen. En ik denk ook bijna van als je dit in je praktijk hebt en je hebt het niet, je behandelt het nooit, hè, dan is het goed om te kijken van waar kan ik deze patiënt naartoe verwijzen. Als je het wel regelmatig in je praktijk hebt en je behandelt het ook, dan heb je waarschijnlijk dat handboek en de patiëntenversie om deze stoornis te behandelen. En dan staan deze vragenlijsten daar ook in. Mag ik de volgende dia? Het zijn 3 vragenlijsten. En nou, de eerste, dat is eigenlijk, dat is dezelfde, dat zijn allemaal zelfrapportage vragenlijsten. Maar de eerste die meet vooral de ernst van de verzamelstoornis. En naast dat je ook foto's kan maken, is er ook een soort, je kan foto's maken van ruimtes bij mensen thuis. En dat een aantal keer doen en dan kijken of er steeds minder rommel is. Hè. Dat kun je zelfs vergelijken met een aantal standaard foto's van clutter, zeg maar, van rommel. En dan kan je kijken hoe ernstig het is. Hè. Maar deze gaat veel meer over hoe de patiënt het zelf ervaart. Hè. Hoe het is om spullen weg te gooien. Hoeveel moeite dat kost, hoeveel stress dat oplevert. Hoeveel alles vol staat. Nou, er zijn 23 vragen en die hebben 3 subschalen. Dus dat gaat over de ophoping van de spullen, hè, en de moeite om spullen weg te doen en de drang om spullen te kopen of mee te nemen.
Nou, als je meer dan 40 scoort, dan zou je kunnen gaan denken dat deze persoon last heeft van een verzamelstoornis. Nou, even kijken. Nou, de psychometrische eigenschappen zijn niet heel goed van deze vragenlijst, maar het geeft wel een indicatie waarschijnlijk. Mag ik de volgende? Dat gaat meer over het aankopen en het verzamelen van spullen, maar ook het verzamelen van gratis spullen. Hè, er zijn mensen en die moeten per se dan 5 folders, dezelfde folders van de winkel mee terugnemen. Hè, kunnen dat niet laten liggen. Nou, deze heeft 18 items, 2 subschalen. Hè, de ene is koopdrang en het andere is dus meenemen van gratis spullen. Er zijn ook weer afkappunten bekend. En deze subschalen zijn valide en onderscheidend. Hè. Ze meten dus echt wel 2 verschillende dingen. Ook weer vindbaar in het handboek voor de verzamelstoornis. En de volgende vragenlijst, dat is de Saving Cognitions Inventory. Die gaat veel meer over hoe kijkt de patiënt nou aan tegen zijn bezittingen. En dan heb je ook weer 4 subschalen. Dat is de eerste. Oh, Siri gaat zich ermee bemoeien bij mij. De eerste is identiteit en hechting. Het tweede is controle. 3 verantwoordelijkheid en een geheugensteuntje. Je ziet vaak dat mensen dingen niet wegdoen. Bijvoorbeeld een bepaald plastic koffiebekertje gooi ik niet weg, want dat gebruikte ik toen bij mijn sollicitatiegesprek van 4 jaar geleden. En ze zijn bang dat ze de herinnering wegdoen als ze dat bekertje ook weggooien. Nou, het is natuurlijk sowieso is het bijzonder. Maar de vragenlijsten die je kan gebruiken en die ook praktisch inzicht geven, zijn deze 3 vragenlijsten. Nou, dan kom ik nog bij de laatste vragenlijst die ik met jullie wil bespreken. En dat is de vragenlijst voor trichotillomanie. Ook waarschijnlijk niet iets wat je heel vaak in een gewone praktijk tegenkomt. Dit gaat over het haar trekken. En we hebben het al gezegd, je kan dat. En soms trekken mensen gewoon hele plukken haar weg. Of hebben ze een pruik op om dat weer te verbergen. En de volgende dia laat zien dat er hele korte vragenlijsten zijn voor haar trekken. En die zijn er ook voor huidpulken. Hè, om te kijken van hoe dat dan gaat. Die zijn ook betrouwbaar en valide, deze vragenlijst. Er zijn alleen geen normgegevens. Dus het is heel moeilijk om te zeggen, nou, meer dan zoveel, denk dan aan. Hè, maar dan zou je het veel meer kunnen gebruiken voor eigen evaluatie van je behandeling. Nou, hier zou ik het dan voor de vragenlijst, de monitoring van dwang en aanverwante stoornis voor volwassenen bij willen laten. Mirjam, is een vraag binnengekomen via de chat. Misschien handig. Mm-hmm. Gaat over de whitebox nog weer even. Ja. Je dan zowel de inventarisatielijst als het interview altijd doet, als ik hem goed verwoord vraag. En de tweede is of de patiënt zelf de inventarisatielijst kan invullen. Ja, ik denk dat de patiënt zelf zeker de inventarisatielijst kan invullen. Dan zou je hem kunnen bespreken. Dat zou ik in ieder geval doen. Je hoeft die zeker niet altijd te doen. Eigenlijk is die inventarisatielijst alleen maar voor de eerste keer bedoeld. En dan dat je later alleen maar het Whitebox interview afneemt. Dus op die manier. Ja, helder, denk ik. Is dat voldoende, ja? Dan krijgen we nu de opgenomen presentatie van Lisbeth Utens. Ik was inderdaad, ik merk dat ik net had overgeslagen, jullie wat verder introduceren, maar je hebt het zelf ook al gedaan. Hier staat het ook bij Lisbeth Utens. Ze is klinisch psycholoog en bijzonder hoogleraar bij LEVEL, bijzonder hoogleraar vanuit de Universiteit van Amsterdam. Geachte aanwezigen, mijn naam is Lisbeth Utens. Ik ben bijzonder ook leraar cognitieve gedragstherapie voor angststoornissen bij kinderen en jongeren. Verbonden aan LEVEL, dat is een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie en de UvA. Ik ben klinisch psycholoog, cognitief gedragstherapeut en vakgroepleider van het top GGZ-expertisecentrum Dwang, Angst en Tics van LEVEL. Ik vind het een eer vandaag iets te vertellen over instrumenten voor screening en vaststelling van de diagnose dwangstoornis bij kinderen en jongeren. En ik zal ook hier en daar benoemen welke instrumenten voor monitoring gebruikt kunnen worden.
Bij de keuze van de instrumenten gold als leidraad dat we instrumenten hebben gekozen of geselecteerd met een zo breed mogelijke leeftijdsgrens, die ook goed psychometrisch onderbouwd en gevalideerd zijn, die bij voorkeur een multi-informant benadering hebben, dus een parallele versie voor kind, ouder en leerkracht, en die gratis beschikbaar zijn. En want ZZP'ers of eenpitters kunnen niet beschikken over een volledig testarsenaal. Nu de volgende dia, alstublieft. Ja, om te kunnen screenen of er bij een kind of jongere sprake is van verhoogde symptomen van dwang, raden wij aan de onderstaande vragenlijst te gebruiken. Belangrijk is te vermelden dat de gehanteerde tijdsintervallen voor de verschillende instrumenten kunnen verschillen. Dat geldt trouwens voor ook de rest wat ik zal vertellen. Maar goed, voor screening raden wij aan de subschalen van de ACEWA-vragenlijst, de Child Behavior Checklist, de Youth Self-Report, de Teacher Report Form. Deze zijn niet gratis verkrijgbaar. Ze zijn verkrijgbaar via de ACEWA-site. De Short Obsessive Compulsive Disorder Screening, de SOCS, die is wel gratis beschikbaar via deze site van het landelijk OCD-netwerk. Mag ik de volgende dia alsjeblieft, want ik ga deze lijsten bespreken. En ik start met de ACEWA-vragenlijsten. Die hebben als voorbeeld voordeel dat ze een multi-informant benadering hebben. Het zijn parallele lijsten met parallele items voor ouder, kind en leerkracht. En het voordeel is dan dat je dan goed zicht krijgt op de discrepanties in de informatie die ouder en kind verschaffen. Voordeel is ook dat ze een heel breed leeftijdsbereik hebben. En zo kun je een kind over de loop van zijn of haar ontwikkeling volgen door de percentielscores op de instrumenten over de loop van de tijd met elkaar te vergelijken. Deze lijsten zijn de gouden standaard. Ze worden heel veel gebruikt en ze bieden ook een cut-off die aangeeft of een kind al dan niet in de klinische psychopathologische range valt. In 2006 is er een speciale schaal obsessief-compulsieve problemen ontwikkeld. Die meet obsessief-compulsieve symptomen en die bevat steeds 8 items, zoals u hier achteraan op de sheet kunt zien. Maar ik zal deze zo dadelijk bespreken. Die 8, nee, mag nog eventjes terug, want ik was nog niet helemaal klaar met de CBCL. Ik wilde nog vertellen dat die 8 items parallel zijn voor ouders, kind en leerkracht. Dus precies hetzelfde. Op deze sheet kunt u zien dat het leeftijdsbereik voor de oude rapportagevragenlijst tot 18 jaar loopt. Voor de zelfrapportagelijst voor jongeren ook tot 18, van 11 tot 18. En voor docenten ook, dus een breed leeftijdsbereik. Deze lijsten zijn op de DSM-5 gebaseerd. De itemsvragen steekt naar de laatste 6 maanden. Er zijn ook cross-culturele normen. Dat geeft de mogelijkheid om een kind te vergelijken met de normering ten opzichte van zijn of haar land van eventuele herkomst. En wat ook mooi is als het gaat om ROM'en, Routine Outcome Monitoring. Daarvoor is het vermeldenswaardig dat bij het NJI, Nederlands Jeugdinstituut, daar is gratis een ROM-calculator, dus een Routine Outcome Monitoring calculator, te downloaden waarmee je de Reliable Change Index kunt meten. En de Reliable Change Index is een maat waarmee je voor elke specifieke cliënt in kaart kunt brengen wat het effect is van de hulpverlening. Nou, de CBCS bestaat uit 2 delen. Dit is het eerste deel, het sociale competentiegedeelte. Dat meet activiteiten zoals klusjes in huis, sociale activiteiten, omgang met vrienden, clubs en het schooldomein. Dit zijn de resultaten van een kind met een dwangstoornis. Hierbij geldt bij deze sociaal competentiegedeelte dat als je scoort onder de benedenste stippenlijn, dat je dan scoort in de psychopathologische range. Dus dit kind scoort in de psychopathologische range. Die vertoont ten opzichte van leeftijdsgenoten minder activiteiten en minder sociale contacten. Scoor je tussen de 2 stippenlijntjes, dan scoor je in het subklinisch domein en scoor je daarboven, dan scoor je in de normale range. Dit is een omgekeerde codering, want op de volgende slide dan kunt u een profiel zien wat er uit de ACEWA-vragenlijsten rolt. Deze profielen zijn op de DSM gebaseerd. Nou, u ziet hier het gedeelte, ja, de gedrags- en emotionele problemen bestaan uit 112 items. Onderaan kunt u die items zien. De scoring loopt van 0 helemaal niet tot een beetje of soms, dat is een 1. En duidelijk of vaak is een 2.
Hierbij geldt, als je boven het bovenste stippellijntje scoort, scoor je in de psychopathologische range, tussen de twee lijntjes subklinisch en daaronder in normale range. Nou, in de linkerkolom bij angstig en depressief kunt u, ja, de lettertjes zijn wel heel klein, maar onderaan ziet u bijvoorbeeld het item je zorgen maken. En dan vier items naar boven zie je je schuldig voelen. Ja, die items zijn bijvoorbeeld opgenomen in de obsessief-compulsieve schaal. En als je naar rechts gaat, naar de vijfde kolom, denkproblemen, waar dit kind in de klinische pathologische range scoort, dan zie je bijvoorbeeld het bovenste item obsessies. En dat zit ook in die obsessieve-compulsieve schaal. En de obsessieve-compulsieve schaal, die is volledig op de volgende dia te zien. Jim Hutsiek, dat is een medewerker van Tom Achenbach, die beschreef in 2006 deze schaal. En die heeft hier onderzocht en het bleek een geschikte schaal om op dwangstoornis te screenen. Bestaat uit 8 items. Scoren kun je berekenen door de score 0, 1 en 2 te sommeren. En met de score van 5 of hoger, dus hoger of gelijk aan 5, konden deze onderzoekers meer dan 91% van hun cliënten, waarbij een diagnose dwangstoornis gesteld was, goed identificeren. En met een redelijke specificiteit van 67%. Kortom, dit instrument is een geschikte screener. Nou, item 9, dat kun je aan rechts zien, staat TP, dat is denkproblemen. Dat gaat over obsessies. Item 31 is bang iets slechts te doen. Item 32 is dingen moeten perfect zijn. De A en D staat voor anxiety and depression. Item 52 gaat over je schuldig voelen. 66 over dwanghandelingen, herhaaldwang. 84 over vreemd gedrag. 85 vreemde gedachten. En 112 je zorgen maken. Nou, tot zover deze screening van de AC-bare vragenlijsten. En de volgende dia toont dan een tweede screener, de SOX, de Short Obsessive Compulsive Disorder screener. Dat is een zelfrapportage vragenlijst waarbij obsessieve compulsieve symptomen uitgevraagd worden. Deze lijst is gebaseerd op grond van de 5 meest discriminerende items uit de Latent Obsessional Inventory. Dat was al een oude lijst uit 1986. En nou, aan de items kunt u zien dat er gevraagd wordt naar controleren, dingen tellen of aanvragen. Aanraken bedoel ik, schoonhouden voor de smetvrees. Item 3, herhaaldwang, steeds dingen opnieuw moeten doen. Item 4, moeite om je huiswerktaken af te maken omdat je het steeds opnieuw moet doen. Het laatste item, maak je je veel zorgen als je iets niet precies hebt gedaan zoals je wilde. Dus het moet precies zijn of het moet perfect zijn. En op de volgende dia kunt u zien dat er nog 2 items aan toegevoegd zijn als het gaat om de impairment, in welke mate belemmeren deze handelingen, gedachten, je leven en het verzet. Probeer dit te stoppen. Nou, en een SOX-score kan berekend worden door een sommering te maken van de scores op alle 7 items. Nee is 0, een beetje is 1, veel is een 2. Nou, en een negatieve SOX-score, dat betekent een score van 5 of lager, dus scoor je 5 of lager, dan betekent dat dat een dwangstoornis onwaarschijnlijk is. Maar een positief resultaat, dat wil zeggen hoger dan 5, dat geeft aan dat nadere diagnostiek op een dwangstoornis geïndiceerd is en dat het overlegd moet worden met kind en ouders. Nou, deze SOX wordt aanbevolen door het National Institute for Health and Care Excellence, de NICE Guidelines. Er is nog geen Nederlandse validering, wel in Spanje voor 9 tot 19-jarigen, gedaan door Piqueras. De lijst is oorspronkelijk ontwikkeld door UR en ook op de internationale site kun je hem downloaden, maar het handigste is natuurlijk op onze Nederlandse site van het OCD-netwerk. En dan de volgende dia, alsjeblieft. Nou, als bij screening blijkt dat een kind een hoge mate van dwanghandeling en dwanggedachten heeft, dan is een klinisch diagnostisch interview noodzakelijk bij ouders en verzorger en kind en jongeren om de soorten dwang en ernst daarvan goed in kaart te kunnen brengen. Hiervoor adviseren wij de Cybox met daarnaast het CIDES Kids 5 Junior, het CIDES DSM 5 Kids Schedule for Affective Disorders en Schizophrenia. Ik zal ze zo met u doornemen. Maar eerst wilde ik nog vertellen dat de diagnose obsessief-compulsieve stoornis, die wordt gesteld op grond van de DSM-5-criteria, op grond van de anamnese,
met daarbij het klinisch diagnostisch interview, zoals ik ga uitleggen, en psychologisch instrumentarium, inclusief de screeninglijsten, waarbij het belangrijk is, zowel bij ouders als kind goed door te vragen hoe vaak dwanghandelingen en gedachten zich nou gedurende de dag voordoen. Dus bijvoorbeeld bij het opstaan al. Hoe lang duurt het voor je aangekleed bent, dat je naar school gaat? Hoe gaat het bij het ontbijt? Hoe gaat het tijdens schooltijd, in de pauze? Hoe gaat het als je thuis komt en voor het slapen gaan? Omdat je dan het goed zicht krijgt op de vermijding en de gezinsaanpassing die vaak voorkomen bij een dwangstoornis. Op de volgende dia staat de Cybox beschreven. Dat is de Children's Yale Brown Obsessive Compulsive Scale. Dat is een semi-gestructureerd interview voor 8 tot 18-jarigen ontwikkeld door Scahill. En die bestaat uit 2 delen. De symptom checklist die uitvraagt om wat voor soort dwang het nou gaat. En een interview naar de ernst van dwanghandelingen, maar ook dwanggedachten. Score range gaat van 0 tot 14 en de cut-off is 16. Als je daarboven scoort, is dat indicatief voor een dwangstoornis. Het Cybox interview naar de ernst is opgenomen bij het online materiaal dat hoort bij het behandelprotocol Bedwing je dwang van Else de Haan en Liederwij Wolters, dat vorig jaar 2021 nog is herzien. Dat is een protocol voor behandeling van kinderen en jongeren met een dwangstoornis. Het Cybox interview is in het Nederlands vertaald. De vertaling is nog niet gevalideerd. De Cybox het Cybox interview en ook de scoring is te downloaden via deze site. En ik zei al, de Cybox bestaat uit 2 gedeelten. De symptom checklist en het interview naar de ernst. En op de volgende dia kunt u daar een voorbeeld van zien. Dit is de symptom, een voorbeeld van de symptom checklist. Nou, als kinderen bij ons en ouders bij ons bij level komen, dan zeggen we, wij zien in ons expertisecentrum heel veel kinderen met dwanghandelingen, dwanggedachten. Dit is een lijst met dwanghandelingen, dwanggedachten die voor kunnen komen. En nou, welke dwanghandeling of dwanggedachte heb jij of herken je deze? En we vragen ook naar de inhoud van de dwanggedachten. En die intrusies kunnen gaan over besmetting, over verlies, dingen kwijt zijn, bijgeloof, lichamelijke obsessies, religieuze obsessies. Dus zo doorlopen we de checklist. Dat is belangrijk om die checklist af te nemen bij de intake, want dan heb je ook zicht op waar je je behandeling kunt oprichten. Nou, deze laatste symptom checklist staat niet in het Bedwing je dwang protocol. Hij wordt wel gebruikt bij level. En als je zo'n symptom checklist afneemt, dan maak je ouders en kinderen eigenlijk bewust van, hé, wat voor soort dwanghandelingen, dwanggedachten komen er allemaal voor? Dan hebben ze daar eigenlijk een soort overzichtsbeeld van. En daarna neem je het ernstinterview af. En ik denk dat dan het ernstinterview ook meer betrouwbaar ingevuld wordt. Op de volgende dia kunt u een voorbeeld zien van nou ja, het uitvragen van het interview. Om de ernst van de dwangstoornis te bepalen. Het is het meest handig om met het uitvragen van de dwanghandelingen te beginnen, want die zijn het meest zichtbaar. En dan krijg je ook, nou ja, daarbij is goed om te letten in welke mate is er vermijding en gezinsaanpassing. De therapeut die leest de vragen letterlijk voor en het kind antwoordt. Die vraag is dan helemaal uitgeschreven. Bij jonge kinderen zijn ouders het liefst altijd aanwezig. Die kunnen aanvullende informatie geven. En bij oudere kinderen wordt in het overleg met het kind bepaald of de ouders aanwezig zijn of niet. Je kunt ook de Cybox separaat bij de ouders afnemen. En ik zei al, belangrijk is om de dag te doorlopen. Bijvoorbeeld bij smetvrees kun je vragen van hoe lang duurt het voor je aangekleed bent, je kleren aan hebt. Hoe gaat het met het ontbijt? Eet je nog samen met je ouders of niet? Hoe gaat het als je naar school gaat? Hoe lang duurt het voor je op school bent? Raak je daar nog je tafeltje aan? Of hoe gaat het in de pauze? Ja, hoe gaat het als je thuis komt? Heb je dan meer dwanghandelingen omdat je ze op school tegen hebt gehouden? Wie mag er allemaal in jouw slaapkamer komen? Hoe gaat het bij het avondeten? Dus dat je heel goed zicht krijgt op hoe doorloopt je zo'n dag en hoe vaak komen die dwanghandelingen, dwanggedachten nu voor? Het interview. Als je de symptom checklist hebt afgenomen, dan duurt het afnemen van deze ernstvragenlijst zo'n 20 minuten. En de scoring
Ja, die ziet u hieronder, maar ook op de volgende slide. Ja, dan zie je, er wordt op vijf, aan de hand van de vragen, wordt er op vijf domeinen gescoord eigenlijk. Als eerste, hoeveel tijd besteed je aan de dwanggedachte dwanghandelingen? Dan hoeveel last of hinder van je, heb je ervan? Dus in welke mate zit die dwang jou nou dwars? Kan je door de dwang dingen niet meer doen? En dan het leed of de angst. Hoe ongerust, hoe angstig of hoe rottig voel je je bij die dwanggedachte dwanghandelingen? Dan de mate van verzet. Laat je die dwanggedachte of dwanghandelingen helemaal gaan? Of probeer je ze wel eens, probeer je er tegen te verzetten? Of laat je, probeer je die dwanggedachte wel eens uit je hoofd te zetten? En bij vijf gaat het over de mate van controle. Dus als jij die dwanggedachte hebt of die dwanghandelingen probeert uit te voeren, lukt het dan om ze te beheersen? Kun je bijvoorbeeld die dwanggedachte uit je hoofd zetten? Heb je daar controle over? De scores kunnen, wat ik al zei, uiteenlopen van 0 tot 40. Scoren boven de 16 is dus indicatief voor een dwangstoornis. Het is een klinische cut-off. En naast de diagnostiek in de intakefase wordt de Cybox ook wel gebruikt om het behandelbeloop te monitoren. Bij Level is het advies om de Cybox om de 8 sessies af te nemen. Nou, omdat de Cybox niet gebaseerd is op een DSM-classificatie, raden wij aan om naast de Cybox nog één van de volgende twee diagnostische interviews af te nemen. En het eerste interview is de Skid 5 Junior. Dat is ontwikkeld door Laura Wante, Caroline Braat en anderen. Dat is een semi-gestructureerd interview gebaseerd op de DSM-5. Module 7 betreft de dwangstoornis. Nou, dit interview meet naast de dwang nog 16 andere diagnoses, comorbide diagnoses. Ik noem ze even. Angststoornissen, stemmingstoornissen, ADHD, autisme, gedragsstoornissen, trauma- en stressgerelateerde stoornissen, slaapstoornissen, stoornissen in het middelengebruik, eetstoornissen en psychotische stoornissen. Dus Kids 5 Junior is een grondige revisie van de vroegere KidsKid. Die was nog DSM-4 gebaseerd. De eerste resultaten als het gaat om de validiteit en betrouwbaarheid van deze lijst zijn positief. Dus Kids 5 Junior is niet alleen bedoeld om psychische stoornissen te klassificeren op categoraal niveau. Dus dat betekent, is een stoornis er wel of niet? Maar je geeft ook dimensioneel aan in welke mate de stoornis aanwezig is, lichtmatig of ernstig. De scoring gebeurt op papier, wordt bij voorkeur afgenomen bij zowel kind als de ouders. En de afname duurt is 1,5 tot 2 uur. En dan kom ik nu op het tweede diagnostisch interview, wat je kunt gebruiken eventueel als aanvulling op de Cybox. Dat is de Kiddy-Syscom. Die is geschikt vanaf 12 jaar voor kinderen en hun ouders. En dit interview brengt maar liefst 50 van de meest voorkomende diagnoses in kaart, waaronder de dwangstoornis. Ik ga ze niet alle 50 opnoemen. De Kiddy-Set bestaat uit een ongestructureerd inleidend interview van zo'n kwartiertje. Dan komt het hoofdbestanddeeld, het diagnostisch semi-gestructureerd psychiatrisch interview. En er zijn nog aanvullende supplementen, een checklist, diagnostische supplementen en een samenvattende checklist voor lifetime diagnoses en ook de Clinical Global Assessment Skill. Dit interview kan alleen online afgenomen worden en training wordt aanbevolen, wordt gegeven in het Erasmus MC en dit is het contactadres. En daarmee kom ik op de laatste dia. Voor nadere informatie raad ik aan om te kijken op het OCD. De site van het OCD-netwerk voor Nederland. En hartelijk dank voor uw aandacht. Want nu komen we aan bij het laatste deel, wat gaat over de intensieve behandelmogelijkheden voor dwangstoornissen bij de verschillende top GGZ-afdelingen. Mag de volgende? Ja, wanneer is dat aan de orde? Wanneer is een intensiever behandelprogramma nodig? Ja, dat gaat dan natuurlijk vaak om situaties waarin er bij een reguliere polyklinische behandeling onvoldoende resultaat is. Een regulier, ja, is soms 1 keer per week. Inmiddels is dat ook vaak 2 keer per week geworden. Als er onvoldoende resultaat van de behandeling is, dan is de volgende stap mogelijk intensivering. En waardoor ontstaat dat onvoldoende resultaat. Dat kan
vaak speelt dan toch wel een rol dat het moeilijk lukt om tot echt goede, effectieve exposure te kunnen komen. En er kan natuurlijk legio-oorzaak van zijn, doordat er toch te veel angst blijft, doordat de echte exposure niet goed aangedurfd wordt. Er kunnen allerlei andere factoren spelen die het belemmeren. Of misschien toch ook nog wel meer subtiel veiligheidsgedrag, misschien soms in het hoofd, of het feit dat er toch nog iemand bij is, of dat er toch iets niet helemaal, dat niet helemaal in diepe wordt gesprongen, om het zo maar te zeggen. Kan allemaal meespelen waardoor een behandeling toch net onvoldoende resultaten geeft. Ook de misschien te laag frequentie, 2 keer per week is natuurlijk al beter, maar zeker als het 1 keer per week is, als het nog eens een keer uitvalt, is het 1 keer per 2 weken. Ja, dan zal het leereffect toch niet echt optimaal zijn waarschijnlijk. Dus dat zijn allemaal redenen waarom een intensivering zinvol kan zijn. En het is natuurlijk ook zo dat exposure per definitie moeilijk is. Want dat is juist waar patiënten met dwangstoornissen enorm tegenop zien. Juist stappen zetten die ze niet durven. Of die alleen met heel veel veiligheidsgedrag of met heel veel dwanghandelingen durven. Dus het is eigenlijk ook logisch dat het moeilijk is om het ook echt op een goede manier te doen. Mag ik de volgende dia? Er zijn eigenlijk twee vormen van intensivering. De eerste vorm is wat we dan noemen nu de kortdurende intensieve polyklinische programma's. En de tweede vorm is de klinische of deeltijdbehandeling die langer durend is. Dat is meer een kwestie van maanden. En die kortdurende polyklinische programma's kunnen 4 dagen, 6 dagen, 8 dagen zijn. Dus het zijn eigenlijk twee verschillende vormen. De eerste vorm is... Nou, inmiddels bestaat het inmiddels ook al jaren, maar is toch nog wat nieuwer. En de tweede vorm bestaat al wel heel lang, kennen we al lang, de klinische en deeltijdbehandelingen. Mag ik de volgende? Kort, intensief en ambulant. Hè. De eerste vorm is eigenlijk wel ontwikkeld toch in Noorwegen, in Bergen. Is eigenlijk de plaats waar ze hier heel veel in ontwikkeld hebben, ook heel veel onderzoek naar hebben gedaan. Dus overigens in Noorwegen zo ook vanwege dat onderzoek en die ervaring in Bergen, dat in heel Noorwegen alle patiënten met OCD deze vorm van behandeling krijgen. Ik weet niet of het helemaal klopt dat echt alle patiënten, maar goed, zo wordt het wel gemeld. Ze proberen het ook wel wat uit te breiden naar andere landen. Dus niet alleen bij therapieresistente dwang, wat bij ons voor deel nog wel zo is, hoewel het ook bij ons in Nederland toch wel wordt toegepast bij... Bij dwang zeker, als nog niet heel veel eerdere behandeling is geweest. Maar als het echt forse dwang is, waarbij je ook het gevoel hebt van... we willen hier echt, we moeten echt flink aanzetten om tot resultaat te komen. Kan het ook aan de orde zijn. Wat gebeurt er dan? Wat zijn de voordelen? Wat zijn de sterke kanten, zou je kunnen zeggen, van zo'n behandelvorm? Wat gebeurt is dat er langdurig begeleide exposure plaatsvindt. Ja, een dag lang, maar dat kan ook 6 uur zijn, dat kan ook 4 uur zijn... En wel op de plaats waar ook de dwang zich afspeelt. Dus dat is ook best vaak thuis, maar zou ook op straat kunnen zijn, of in het openbaar vervoer of andere plekken. Dus on the spot waar het probleem, waar de dwang, waar de triggers zijn, waar de dwanghandelingen zich afspelen, de vermijding, daar vindt ook de behandeling plaats. En dan met begeleiding. Dus dat is ook een belangrijk verschil met een reguliere polyklinische behandeling. Er is altijd, je zou kunnen zeggen, een coach, een begeleider die dat ondersteunt. Dus minder kans om te vermijden, veiligheidsgedrag te gebruiken. Grotere stappen zijn vaak mogelijk. Minder uitval. Dat is best een belangrijke factor ook bij de reguliere behandelingen. Ja, ook wel weer te begrijpen omdat exposure zo moeilijk is. Dus best veel, flink deel van de patiënten lukt het niet om het helemaal voor elkaar te krijgen. Valt uit of begint al niet aan exposure. Er is natuurlijk sneller effect als je het op deze manier doet. Je kan niet zozeer zeggen dat er meer effect is of dat het ook minder goedkoper is bijvoorbeeld. Dat is allemaal niet zozeer aan de orde, maar wel dat het sneller effect is. En de focus ligt heel erg op exposure en de responspreventie. Mag ik de volgende? Nog even terugkeren op het vorige, een belangrijk aspect is ook wel, doordat de begeleiding er zo bovenop zit, dat je ook goed in beeld hebt wat er moeilijk is aan de exposure, wat er gebeurt als mensen de smetvrees te lijf gaan. Hè. Dus dat wat bij reguliere behandeling wat meer uit beeld is mogelijk, daar ben je niet bij. Dus ook als het moeizaam gaat, kun je ook beter snappen waarom en kun je daar weer aandacht aan geven. Nou, de tweede vorm is de klinische behandeling en deeltijdbehandeling.
Daar is meestal een bredere behandelaanbod, met ook vaktherapieën, dat wil zeggen de psychomotorische therapie, dramatherapie, dat soort therapieën. Bijna altijd groepsbehandelingen. En naast exposure en CGT ook aandacht voor andere aspecten. Groepsdynamiek is natuurlijk een belangrijke. Vaak is deze vorm van intensievere behandeling ook aan de oras meer holding, meer ondersteuning nodig wordt geacht. En hier geldt wel nog meer dat het vaak als tweede of derde lijnsbehandelingen wordt aangeboden als eerdere behandeling echt onvoldoende resultaat hebben gegeven. Moet ik de volgende? Ja, deze slaat wel vooral op de kortdurende intensieve behandelingen. Naast alle voordelen en de positieve kanten zijn er ook nog wel wat lastige dingen zijn. Bijvoorbeeld als ze alleen obsessies zijn, is het best wel lastig om die dagen met exposure goed op een zinvolle manier te vullen. Om überhaupt daar goede invulling aan te geven. Ik noemde het voordeel van als coach of als begeleider aanwezig zijn bij de exposure opdracht. Maar dat kan natuurlijk ook een valkuil zijn. Omdat vanwege het feit dat er iemand bij is, zal het wel goed gaan. Zal ik wel niet zo'n risico lopen. Of als dit een opdracht is, dan... men geeft deze opdracht niet als ik daadwerkelijk gevaar of andere gevaar ga lopen. Hè. Dus als een soort veiligheidsobject kan het ook gezien worden. Dus het is goed om dat ook altijd bij te betrekken. Soms zijn dwanghandelingen niet zomaar overdag. Hè. Spelen zich af juist voor 's avonds, voor het in bed gaan of in hele specifieke omstandigheden. Ja, ik heb hier vader bij gezet, omdat het me deed denken aan een eerdere patiënt bij wie de dwang zich helemaal gerelateerd was aan alles wat haar vader aanraakte of deed. Dus ja, in de exposure was best wel ingewikkeld om dat goed vorm te geven. Dus dan is zo'n kortdurende intensieve behandeling ook niet altijd zo makkelijk uit te voeren. Als er niet heel duidelijk angstige verwachting zijn, kan het ook wat lastiger zijn als meer die right experience is of als het niet zo duidelijk is. En er moet voldoende zijn om die vier of acht hele dagen goed te vullen. Dus dat zijn soms de andere kant van de medaille. Mag ik de volgende weer? Ja, die intensieve behandelingen waar ik het over heb, dan gaat het wel vooral toch om de obsessieve-compulsieve stoornis zelf. Ook wel bij de morfodysforische stoornis. De andere stoornissen, dwanggerelateerde stoornissen... Die komen meestal dat soort programma's niet 1, 2, 3 naar voren, maar voor de hoarding, bijvoorbeeld de verzamelstoornis, bestaan wel aparte behandelprogramma's, onder andere bij Altrecht, maar ook op andere plekken. Daar is natuurlijk samenwerking ook met een GGD of met een thuisbegeleider en het is enorm belangrijk. Dus dat vereist ook wel een wat andere insteek vaak. En de trichotillomanie en de excoriatiestoornis, ja, dat zal veelal ambulant behandeld worden, maar zoals Mirjam ook al zei, die zien we toch ook wel minder. Komt wel voor dat als OCD de hoofddiagnose is en dit bijkomende diagnoses zijn, dat behandeling gewoon wordt meegenomen bij een intensievere behandeling. Mag ik de volgende? Ja, waar zijn de intensieve behandelprogramma's eigenlijk? Bij deze vier instellingen, top GGZ instellingen. Mag ik de volgende? Er is een fact sheet, een interactieve kaart moet ik zeggen, ontwikkeld. Ziet er echt heel mooi uit. En hier is een beeld ervan. Als je dan klikt op die tekentjes. Ik weet niet hoe ik ze eigenlijk direct moet noemen. Maar op die plekken zijn intensieve behandelvormen en er zijn nog twee kleuren. Misschien de volgende dia is denk ik nog duidelijker. Staat het overzicht. Ja. Verschillende kleuren, het meer roze en roodachtige, daar gaat het om de intensieve kortdurende behandelingen. De blauwe, daar gaat het om de deeltijd- of klinische behandelingen. Zoals we zien is het wel vooral in het centrum van het land, dus in het noorden en het zuiden is volgens mij best nog wel wat te ontwikkelen. Je moet wel, als je in een andere omgeving, Google-omgeving zo werkt, het is een PDF, interactief PDF, moet je soms wel goed downloaden en doorklikken om het goed werkend te krijgen. Jullie zien bij alle centra een pictogrammen volgens een bepaald stramien. En die pictogrammen zal ik even langslopen. De volgende dia graag. Hier staan ze nog een keer op een rij. De volgende. De volgende dan wellicht. Ja. Hier staan ze allemaal op een rij genoemd met de namen erbij. Bij Level in Amsterdam de oefenmiddagen, intensief exposure week. Daar kom ik straks nog even kort op terug.
allemaal. En die intensieve kortdurende programma's zijn bij GGZ Ingeest, bij het Altrecht Academisch Angstcentrum en bij Overwaal. Daar heet het Focus. Mag ik de volgende? Dit zijn de deeltijd- en klinische behandelingen, ook bij Level Dagbehandelingkliniek. En zo ook bij GGZ Ingeest dagbehandelingsmogelijkheid en bij Altrecht in Zeist en bij Overwaal Pro Persona in Lent Nijmegen. En daar is zowel, er staat ook deeltijd focus en deeltijd scherp. En scherp staat voor een combinatie van SCA staat voor schematherapie en ERP is exposure response frequentie. Dus een combinatie van de exposure en ook schematherapie. Dus dat is een specifieke vorm. Mag ik de volgende? Ja, eigenlijk een beetje een herhaling. Klinisch deeltijd dan, tegenover ambulant of polyklinisch. Allebei vormen zijn er dus. Ja, wanneer het ene, wanneer het ander. Ik besprak eerder al iets van de indicaties rondom als eerder behandeling wel of niet gelukt zijn en of er meer holding nodig is, dat soort aspecten. Maar er kunnen ook andere dingen soms een rol spelen, soms heel pragmatisch of praktisch, dat wel of niet goed te doen met het werk of dat afstand. Ja, zo is het ook een afstemming tussen patiënten en verwijzer en behandelaar van wat het meest past. Het is toch eigenlijk ook maatwerk altijd. Het is wel, de praktijk zal wel zijn dat bij deeltijd in de klinische behandelingen het vaak gaat om wat breder problematiek, waar behalve de dwang ook wel andere problemen meespelen. Het ingewikkeld maken. Mag ik de volgende? Ja. En het gaat over hoe lang de behandelingen zijn. Dus bij die intensieve ambulante behandeling, ja, kortdurend. Hè. Dat wil zeggen enkele middag soms, tot soms ook acht dagen. Dat is een beetje de range. Met erbij soms, maar misschien moet ik zeggen, meestal ook booster sessies. Die zijn dan bijvoorbeeld één keer in de week daarna nog gedurende periode. En deeltijd- en klinische behandelingen zijn meestal langer. Hè. En dat kan van 2 tot 5 dagen zijn. Dat wisselt ook wel wat. Maar dan gedurende 1 tot soms 6 maanden. Dus dat gaat echt wel over een andere tijdspannen. Mag ik de volgende? Wat gebeurt er? Wat is het aanbod zelf? Heb ik ook al het een en ander over gezegd bij de intensieve ambulante behandeling. Dus die individuele begeleide exposure. Begeleid, maar wel individueel. On the spot, soms ook wel groepsonderdelen bij. Bij Level is dat bijvoorbeeld het geval. Bij de deeltijd en de klinische behandelingen, groepsbehandeling, exposure en cognitieve therapie. Dus de vaktherapie, waarbij het overigens bij de psychomotorische therapie of de dramatherapie kan. Het gaat natuurlijk vaak over onderliggende patronen, mechanismen, thema's als controle houden of loslaten of samenwerken. Maar het kan natuurlijk ook gaan om exposure op zichzelf weer, om een pruik op te doen bij dramatherapie bijvoorbeeld die door 10 anderen is gedragen of bezig zijn met verf. Hè. Dus daar zie je ook al, spelen wel verschillende aspecten kunnen daarin meespelen. En wat ik al had genoemd, dat kan ook een combinatie zijn met schematherapie, is ook bij ingeest overigens ook wel het geval. Mag ik de volgende? Voor wie? Wat is de doelgroep? Het gaat vooral over leeftijden en ja, we hebben het nu over dwang, hè, dus dat spreekt een beetje voor zich. Het gaat allemaal over OCD in ieder geval. En bij Level is het eigenlijk tot 18 jaar en bij de andere centra vanaf 18 jaar in Overwaal, bij Volkspan, kan ook bij jongeren plaatsvinden vanaf 12 jaar. De volgende. Hier nog een keer over de klinische en deeltijdbehandelingen, maar daar geldt hetzelfde voor eigenlijk. Dus bij Level jonger en anders ouder dan 18 jaar. De volgende. Ja, in verre wordt het systeem betrokken. Ja, eigenlijk overal wel. Als coach soms of als maatje, soms heel expliciet. Zelfs soms de randvoorwaarden om mee te kunnen doen aan zo'n kortdurende intensieve behandeling is dat er ook iemand is in de directe omgeving die dat ondersteunt of op wie iemand terug kan vallen. En bij Level natuurlijk met name ook de ouders. En in de kliniek is er ook een specifieke ouderbehandeling. He, dus het is overal aan de orde, maar ja, wel wat verschillend hoe dat precies wordt uitgewerkt. Mag ik de volgende? Die gaat. Ja, die zal gaan over verdere informatie bij alle behandelprogramma's. Er staat het laatste pictogram, staat een link. Die als het goed is doorverwijst naar de betreffende behandeling. Deze informatie komt dus allemaal op de website van Top GGZ ook. Mag ik de volgende?
hier komt het nog eens een keer op een rij, waar informatie te vinden is. De webinar komt op de website en ook de fact sheets. Dus dat kan, want het gaat natuurlijk allemaal best snel voor een deel, maar dan is het allemaal nog weer goed terug te kijken en terug te lezen. Oké. Dit geldt in het algemeen voor de topgezette afdelingen waar consultatie, dus als er vragen zijn rondom ingewikkelde patiënten of safety opinions, die kun je op alle topgezette afdelingen aanvragen. Dan kun je vragen stellen. Oké. Dan zijn we aan het eind van de presentaties gekomen. Ik denk dat het nu handig is als we in beeld komen wellicht. En ik zie dat er een aantal vragen zijn. Even kijken. Hadden jullie er al naar gekeken? Nou, ik zal even kijken. De eerste vraag is, ik lees maar even op, wat ik van de supervisor begreep bij dwang is drie onderscheidingen in de behandeling. OCS-protocol, betekenis van dwang onderzoeken en dat daarop ingaan. En dwang als sterke functie in de persoonlijkheid. Wat vindt u van deze onderscheiding? Onderscheiding. Dus dat de behandeling, dat je altijd drie componenten zou moeten doen in de behandeling. Dus gewoon de OCS-protocol is dan de klachtgerichte behandeling, neem ik aan. Maar ook de betekenis van de dwang en daarop ingaan. En als sterke functie in de persoonlijkheid. Ik weet niet of kan ik daar iets over zeggen, Art? Zeker. En ik wil de anderen mij misschien wel aan. Ja. Kijk, ik denk, dit klinkt alsof dat heel... alsof dat een... kijk, als je je patiënt goed in beeld hebt... Dan is dit niet een stappenplan wat je per se volgens mij afgaat. Misschien als iemand voor de allereerste keer komt met een klacht waarvan je denkt, nou dat is redelijk mild, dat je dan op deze manier te werk gaat. Maar ik denk de patiënten die wij over het algemeen zien, dat je je patiënt gewoon in het geheel in beeld probeert te krijgen en gaat kijken, oké, wat past waarbij, zeg maar. En... nou denk ik, de instellingen zoals die hier zitten, we zullen wel echt volop inzetten op exposure en responspreventie. Maar we hebben natuurlijk niet, en we zien natuurlijk ook wel dat het soms nog net andere dingen ook nodig zijn om verder te komen. Of om misschien, hè, want er staat in de persoonlijkheid, dan vind ik dat, ja, dat kan, dat kan een dwangmatige persoonlijkheid zijn. Het kan ook zijn dat je het heel moeilijk vindt om emoties te voelen of daarmee om te gaan. En dan moet je natuurlijk ook wel gaan kijken, wat zijn de stappen die je daarin kan zetten. Nou, maar het uitgangspunt in eerste instantie is altijd kijken, kunnen we die exposure en responspreventie goed doen? En ik denk dat, zoals wij hier zitten, dat we wat minder cognitieve therapie doen. Hè? Dus wat minder de gedachten uitdagen. Maar dat we verder, als we overeenstemming hebben, snel zullen gaan oefenen. Maar we zijn niet blind voor de andere dingen. Ja, want als je tegen de muur oploopt en het blijkt, dan moet je daar natuurlijk gewoon wat mee doen. Ik weet niet of dat voldoende antwoord is op die vraag, of dat andere aanvullingen hebben. Nee, ik ben het er zo ook mee eens. Ik ben nog wel benieuwd om iets van Marjolein te horen, of dat voor kinderen en jeugd ook zo is. Zeker waar. Zeker waar geldt het eigenlijk in grote lijnen ook voor kinderen en jeugd. Maar ik zat nog even na te denken over een onderdeel van de vraag van de vraagsteller. Die vroeg ook naar de betekenis achter de dwang. Nou, ik ben opgeleid door Else de Haan. Was altijd mijn supervisor. En ik heb van Else altijd geleerd dat je helemaal niet per se een betekenis achter de specifieke dwanghandeling moet zoeken. Want wij snappen natuurlijk dat als je bang bent om ziek te worden en bang voor bacteriën of wat dan ook, dan snappen wij allemaal dat je heel vaak je handen gaat wassen. Maar er zijn ook heel veel kinderen en jongeren, en ik weet zeker ook heel veel volwassenen, waar de relatie tussen waar je bang voor bent en de handeling die je gaat doen er helemaal niet is. Of die indirect is of in de loop der jaren verdwenen is. Dus dat kan ook best zijn dat iemand die bang is om ziek te worden, zes keer op de tafel gaat kloppen. Dus dan is die betekenis van die handeling ligt er helemaal niet dichtbij. Dus ik denk dat je gewoon juist heel erg moet meegaan in de cognitie soms. Maar inderdaad, heb je gelijk in, Mirjam, bij kinderen en jongeren doen we wel wat met
cognitief, maar we zien dat ze het meeste opknappen en het meeste profiteren als je met ze aan de slag gaat. Als je aan de slag gaat met het doen waar je bang voor bent en dan je handeling juist niet doen, dan ga je weer ervaren dat waar je bang voor was, dat het eigenlijk helemaal niet gebeurt. En dat is echt wel het allerbelangrijkste, de functie van de exposure. Vroeger dachten ze heel erg in termen van de angst zal zakken. Ja, de angst zakt altijd, maar het belangrijkste component van die exposure is dat je helemaal weer ervaart waarvoor je bang was, dat dat helemaal niet gebeurt. En het is ook, wat jij zegt, ook van die cognities, dat is best wel wisselend. Soms heb je kinderen, ook echt kinderen van je denkt, nou, laat maar zitten die hele cognities, die dan toch met die cognities wel juist de oplossing vinden. En dat kan bij kinderen op een speelse manier zijn, door een rijmpje of een gedichtje. Dat vorige week nog een keer een jongere, een jaar of 13 was die, en die zei van, dat ik zo vaak tik aan mijn slot, wil niks veranderen aan het lot. En dat zijn van die ook wel cognitiedingetjes, maar wel kleine dingetjes die kinderen kunnen helpen. Maar eigenlijk wat je altijd terug hoort is vooral het doen. De exposure is echt hetgene wat helpt. Dat onthouden ze ook het beste. Ja. Tot zover mijn reactie. Helder. Ja, er zit misschien ook zelfs wel een beetje een spanningsveld in, denk ik wel eens. Hè? Om, als je te veel of te snel met andere zaken bezig gaat, dat kan wel eens ten koste gaan van de kracht van exposure zelf. Juist, ja. Wil je ook alles wel, wil je ook niks, wil je ook wel inderdaad heel de mens in beeld hebben, zeg maar. Hè? Maar daar kan er wel eens een spanningsveld in zitten. En de klinische deeltijdbehandeling, denk ik, hè, die uitgebreide behandeling, ja, daar is per definitie is altijd, denk ik, best veel aandacht ook voor onderliggend patroon, persoonlijkheid. Dat zit helemaal in de groepsdynamiek, zit daar natuurlijk heel erg in verweven. Dus dat lukt, als zou het willen, dan lukt daar niet om het uit beeld te houden. Zetten we EMDR in? Ik moet zeggen, ik zelf heb dat niet veel gedaan. Ik weet dat er in Utrecht een onderzoek is geweest naar de behandeling van dwangstoornis met EMDR. Er zijn helaas niet de resultaten van gepubliceerd, want ik ben er wel op aan het letten. Ja. Nou, er is best een pilotonderzoek is er geweest en we wachten maar. Eigenlijk door een extern iemand nu, die moet daar nog wat... Dus we hebben de resultaten nog niet. Het is een klein onderzoek geweest. Ja. Ja. Ik kan wel wat aanvullen, want het toeval doet zich voor dat de kamer naast mij zit Carlijn de Roos. Een van de namen op het gebied van traumabehandeling met EMDR. En die zit toevallig de kamer naast mij, dus er komen ook heel vaak wel vragen. En nou, wij hebben echt als uitgangspunt, als je echt heel duidelijk een trauma ziet, een trauma in de ontwikkeling, waar het kind nog steeds last van heeft, dan kunnen we vragen of Carlijn of een van de EMDR-therapeuten een deel van de behandeling doet. Maar ook zij hebben heel duidelijk het standpunt, een dwangstoornis is niet altijd gerelateerd aan een trauma. Dus als het een trauma is, valt het zeker te overwegen. Maar exposure is veel krachtiger dan EMDR. En soms, ja, ik ken ook zelf EMDR-therapeuten die het eigenlijk overal op inzetten. En ja, dat kan. Maar onze Carlijn de Roos, mijn naaste buurvrouw, die zegt van nee hoor, gaan jullie nou eerst maar lekker met die cognitieve therapie aan en exposure aan de slag. En eventueel als het trauma is, kan het wel met EMDR. Maar op een dwang doen we het heel zelden. En ook bij ons lopen her en der wat onderzoekjes naar de vergelijkingen van of de exposure of de EMDR. Maar nog niet, we hebben nog helemaal geen cijfers. Nee. Volgens mij gaat het ook om, vooral bij dwangen, op wat er kan gebeuren. Dat daar de toekomstige gebeurtenis EMDR op gedaan wordt. Ik moet zeggen, wij doen dat ook. Kijk, als er sprake is van een PTSS, dan natuurlijk wel. Hè? Of dan kan het. Of er zijn andere aanleidingen. Ik wil niet zeggen, maar niet zeg maar, op een dwang of niet op een toekomstig beeld. We hebben dat wel eens gedaan. Maar het is niet iets waar we direct mee bezig zijn. Nee. Zeg maar. Nee, wij zijn toch meer van de exposure en responspreventie ook. Oké. Okay. Volgens mij hebben we de vragen zo. Het is ook, we zitten aan de tijd ook, zie ja. ik. Inderdaad. Ja, inderdaad. Nee, dan is dit, dan sluiten we hiermee de webinar af. Ik hoop dat voor iedereen meer informatie en duidelijkheid heeft gegeven. En de website is, daar kun je alles nog een keer op vinden. Ik wil iedereen heel erg bedanken voor de aandacht en de tijd. En graag en hopelijk tot ziens.